luister zin. He's the one, he's everything. Hey, boy, people, have you given joy to every boy and girl? Raise your voice and stand united. Children, let your song be heard. Ja, ik ben denk ik op dit moment misschien wel de grootste happy people in heel de wereld. Het is ongekend hè, wat het allemaal teweeg brengt. Ja, het is, de droom komt 100% uit. Happy people of the world, happy people make people happy. Om dit voor UNICEF, Kick AIDS Out of Africa, Kick AIDS Out of Kenia, ons project weg mogen zetten. En dan met de happy people de wereld gewoon een beetje beter maken. Ja, dat is natuurlijk gewoon grandioos. Ik wil toch even heel terug naar het begin. Hoe ben je ooit op het idee gekomen, Barry? Vanaf het begin maak ik al Happy People. En 94 mijn eerste schilderij die ik gemaakt heb. Ja, maar hoe kom je aan Happy People? Happy People is gekomen in New York. Ik maakte heel veel blije poppetjes, zeg maar. Blije mensen die mogen sprongen. En springen en deden. En in New York zei heel veel mensen op een gegeven moment... Hey man, just like Happy People. Makes me happy. Toen zei ik, nou ja, Happy People. Dat is de naam. Dus ik zie tegen mijn tegen Agathe. Zeg, nou, dat moet het geworden. Happy People. Want je zegt het al, Agathe. Je steun en toeverlaten. Ja, dat is mijn muze, hè, om het mooi te noemen. En, maar een goede muze, een lieve muze. Nou, gaat echt super. Echt nou, fantastisch. Ze laat jou ook de dingen doen die je heel graag doet, hè? Ja, nee, ik denk dat ook moet. Dat je gewoon moet doen waar je zin in hebt. Anders kun je het zoiets niet op de wereld zetten. Je moet zelf de grootste happy people zijn. En ja, het is schitterend om te mogen doen. Om zoiets voor de wereld te betekenen ook. Dat is mooi natuurlijk van dit. En hoe kom je dan in één keer van 32 van die Beatles? Nou ja, op een gegeven moment, vorige zomer, zijn er een paar vrienden uit Noordwijk heb ik leren kennen. Hij zei, god, in Huis de Duin, daar zit altijd het Nederlands elftal. Zullen we niet iets doen met de WK? Er komen 32 landen ermee. Kun je die niet uitbeelden? Ik zei, nou ja, daar ga ik de eerste 32 uitbeelden. Iedereen was zo enthousiast meteen in Noordwijk. En nou, daar gaan we voor. En toen hebben wij in september gezegd, nou, we doen het. Ik zeg, dan ga ik met 32 beelden maken. Gaan we het helemaal inzetten voor Kick AIDS Out of Africa, Kick AIDS Out of Kenia, voor het UNICEF project. Is jou eigenlijk wel iets te gek, Barry? Mij is niks te gek eigenlijk, nee. Maar ja, dit zit al zo lang in mij te broeien. Happy people te koppelen wereldwijd aan een organisatie, net UNICEF. En ja, de rest van mijn leven kunnen ze nu ook dus iets betekenen voor de wereld. Zelfs na mijn dood. Na mijn dood kan happy people make people happy. Dat is natuurlijk de boodschap. En hun hebben natuurlijk het geluk, alles wat jij nu aanpakt verandert in goud. Nou, verandert in goud. Het gaat erom de wereld dus goed duidelijk te maken. Ik ben in Kenia geweest. Indrukwekkend. Het heeft me echt een aantal mensen gemaakt. En dan zie je pas hoe nodig het is. En dan kunnen ze wel zeggen, daar heb je hem. Maar het is gewoon echt zo. Het is echt verschrikkelijk daar. Het is echt verschrikkelijk. Het is gewoon belachelijk. Het is belachelijk dat het kan ook in 2006. Ja, vind de wereld moest zich schamen. Dat heb ik zelf gezien. Zet eerst maar even hier in. Hey, welkom bij Manhattan allemaal. Breng je het taxi mee of... Nee, daar mee brengen we daar mee. Waar je wilt. Dat is nog een wijze op de gevel, hè? Hier op Fris staat hier rechts meteen aan de bar.